welkom terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Raya Tivai en vandaag ga ik de cola challenge doen. Zoals jullie weten, ja, de meeste van jullie gaan wel weten dat dit heel dom is om te doen. Maar toch ga ik het doen omdat ik weet dat jullie het niet mogen doen, ga ik het toch doen. Dus ja, dat eigenlijk. Het is wel een heel dom idee, maar wel. Dus ik raad een duimpje omhoog voor dit dom idee. En laat mij weten in de reacties welke ideeën die ik volgende keer... geef mij gewoon ideeën die ik volgende keer kan uitvoeren in mijn, op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren hier beneden als jullie nieuw zijn of dat nog niet gedaan hebben. En ja! Wat de bedoeling is van deze challenge is eigenlijk... Ik heb dus hier een trede van 15 cola's. Ik kon er eigenlijk ook veel meer mee pakken, maar ik zat te denken, een normaal mens gaat laat geen 15 cola's drinken in één keer achter elkaar. Dat is heel slecht, dat je dood van gaat. Maar de bedoeling is dat ik maar zoveel mogelijk cola achter elkaar drink in één keer. Dus kluk, dat is het. En ik weet dat ik daar geen 3 of 4 tredes van nodig heb. Eén is al meer genoeg, want ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel een mens in totaal kan drinken. Of mag kan drinken, zodat hij misselijk wordt. Maar we zullen er dus achter komen. Wanneer hij misselijk wordt, dan weten we het. Ik heb mijn mes... Even rustig snijden voordat ik de blikjes kapot maak. Zo. En hier hebben we er dus al 5 zitten. Dus dit zijn de eerste 5. Dus hier ga ik mee beginnen. Het is echt een heel dom idee. Ik heb vandaag al 1 cola gedronken van mezelf. Dus ja, let's do this. Nu smaakt het nog gewoon prima. We moeten eigenlijk heel rustig drinken. Als je te snel drinkt, ga je direct, ja, zeg maar, al buikpijn krijgen door het gas en door die, al dat gas dat hier opgedroefd is. Dus eigenlijk moet je het rustig drinken. Anders ga je, ja, echt maar 1 kunnen drinken. Ah, dat ben ik mijn keel. Oké. Voor even rustig zijn, anders ga ik er niet veel kunnen drinken. Besef, hoeveel calorieën zit er eigenlijk in 1 zo'n busje? Of ja, 1 blikje. Oh my god, in 1 blikje zit 100... Wacht. Ja, in 1 blikje 139 calorieën. Oh my god, dat is zoveel eigenlijk gewoon, hè. Ik voel al dat die boeren gaan opkomen, zeg maar. Leeg. Voor de mensen... Maar ik, ah ja, dat was het. Ik was tevreden wat ik wou zeggen. Ik vind al het einde van de cola altijd heel lekker, maar die zo een beetje zoeter smaken precies. Let's go, volgende. Ah, here we go again. Tweede. Ik vind echt een zalig geluid, die tjak. Oeh. Ja, dat komt ervan als je heel veel cola drinkt. Dan ga je heel veel boeren. Ik heb er nu nog maar eigenlijk 3 op. En ik heb echt heel veel buikpijn eigenlijk. Ik kreeg zeg maar hier in mijn zij allemaal steken. Dus van die steken die je krijgt wanneer je heel snel aan het lopen bent. Oké, okay, weet je, ik ga er nog 1 doen. Hopelijk val ik niet neer vanavond. Ik voel me echt misselijk eigenlijk. We gaan nog eentje doen. Ik krijg zoveel steek, jongens. Oh my god. Ik voel me in...
Ik zelf persoonlijk, ik drink niet zoveel frisdranken, zeg maar. Ik drink max 1 blikje per dag. Of, ja, het is max 2 glaasjes per dag. En voor de rest drink ik heel de dag water. Dus ik ben het ook niet gewoon om zoveel frisdrank te drinken. Ik denk iemand die heel de dag frisdrank drinkt, die dit gewoon aan kan eigenlijk. Maar ik krijg gewoon extreem veel buikpijn eigenlijk. Ik voel me eigenlijk niet goed, jongens. Ik wil nog één nemen, maar misschien ga ik... Ik ga het niet per se overgeven, maar ik voel me niet echt lekker om nu nog eentje te drinken eigenlijk. Weet je, ik ben aan het twijfelen. Ik denk ofwel heel leuk voor een video of aan mezelf even denken. En ik denk even aan mezelf. Dus weet je, sorry jongens dat ik er maar 3 heb kunnen drinken. Het is ja, zo zie je maar. Ja, hier allemaal. Ja, allemaal, ja. Nee, ik heb er maar 3 kunnen drinken helaas. Ik had wel verwacht dat ik er iets meer ging drinken. Dus ja. Dit was mijn soort van challenge. Het is niet, ja, het is een challenge geweest natuurlijk. Ook al heb ik niet heel veel gedronken. Dus ja, laat mij weten als jullie toch de challenge gedaan hebben ooit met iets. Laat mij dan weten hoeveel blikjes jullie aankunnen. En ik heb zoveel buikpijn, hè. Maar ja, doe maar zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Als jullie nieuw zijn of dat nog niet hebben, dan ben ik er morgen met een nieuwe video. Adios.